gehaald, brandhoutmager. En ik, dit paard verdient het zo. Maar ik moet nu vandaag wel zeggen dat de man die hem gereden heeft, een topkoers heeft gereden. Echt super gereden. Ja, dat is een mooie credits voor Dickie. Ja, Beno, het paard, het is een halfbroer van Gento. Ja, het is een halfbroer van Gento. Hij heeft die uitstraling? Hij heeft de uitstraling wel. Maar nu de rest nog. Naar Zweden, vraagt Dickie. Nee, Dickie, hij ging wel lekker. Hoewel ik toch bespeurde, toen je in de aanval ging aan de overkant. Ik denk, oh, daar gaat hij. Ja, hij gleed even uit. Hij maakte een glijtje in de laatste hoek, dat klopt. En dat was jammer, want toen lag ik eigenlijk nog veel mooier in de koers. Dan was het nog iets gemakkelijker geworden. Maar ja, hij schrok er zelf van zeker, want hij kreeg haast. Ja, heel hard. Natuurlijk op Emmeloord lag hij er al mooi bij, toen sprong hij eruit. Maar Benen, mooie man, hè? Ja, Benen is een prachtkerel kerel natuurlijk. En, we hebben al wat succesjes gehad, dus dit gaan we denk ik wel even vieren. Ja, maar dit is een hele speciale, want dit paard heeft hij echt weer helemaal opgetraind naar dit niveau. En als het dan lukt op zo'n dag als deze, dan is dat heel mooi. Hij heeft er een jaar op moeten wachten op de overwinning voor Delta Rapido. Meerdere keren hebben we hem horen roepen van, ik stop ermee, nee, dit wordt niks en zo en zo. Maar goed, nou, vandaag staat hij er en dan is het zeker weer voor anderhalf, twee jaar goed, denk ik. En hij wacht denk ik een heel mooi seizoen op de grasbanen en ook in de Duitse grasbanen. Daar moet hij normaal gesproken aan de lopende de band de overwinningen aan elkaar kunnen rijgen. Als je deze paarden kan kloppen op zo'n manier hier op de baan van Joure, dan valt er heel veel te halen voor Delta Rapida. 8 jaar inmiddels deze donkerbruine ruin upfront Larry uit Flash Hanover. Zweeds gefokt in bezit van stal Centaur. Bene Dijkstra, de eigenaar trainer. Vandaag gekozen voor Dickie Hof en dat bood Soelaas. Ook hier weer de lange ereronde. De man van de dag tot nu toe, Dickie Hof, want het is zijn tweede. Hij slaat nu genadeloos toe met Delta Rapida. Dickie, maakt de ereronde. Geniet ervan. Het applaus is ook voor Bene Dijkstra, de trainer, die met zijn bloemen langs het, of met zijn ereprijs langs het publiek gaat. Groot applaus voor deze succesformule. Delta Rapida, Dickie Hof, Bene Dijkstra. En we danken natuurlijk Siderius Onroerend Goed en Van der Veen en Kromhout voor hun geweldige bijdrage aan het welslagen van deze meeting hier in Joure. Daar begint hij alweer onder de aansnering. Geef een applaus, Dickie Hof. En dan is hij in de rechte lijn, dames en heren. Uw applaus voor Dickie Hof, Delta Rapida. Zien de ponies al klaarstaan, dames en heren, op het middenterrein. Die komen zometeen aan de beurt. We moeten eerst even wachten tot de deelnemers klaar zijn met voorwerken.